welkom allemaal. Wat een druk. Ja, ik heb daar al een gemeen lachen. Ik ben van de koffie vanmorgen en van de thee. Van de koffie en de thee. En als jullie allemaal aan de slag gaan, ga ik het ook nog afwassen. Ja, ook nog. Alsjeblieft. Leuk dat je er weer bent. We zijn vandaag te gast in het AV Werkpunt. Hier vandaan werken de buurtvoorlichters. Die knopen letterlijk de buurt aan elkaar door informatie te geven en te communiceren over alles wat hier gebeurt. Hier vandaan worden maatschappelijke stages georganiseerd en leerlingen ingezet. Hier vandaan wordt de wijkeconomie gestimuleerd met ZZP'ers, garageboxen die verhuurd gaan worden aan startende ondernemers en alles wat er omheen zit. En hier vandaan werkt ook het wijkservice team. Voordat ik nou zo de huishoudelijke dingen ga vertellen, die het allerbelangrijkste zijn, geef ik wethouder Boeven even kort het woord. Dank. Ik heb het hier nog nooit zo warm gehad, maar dat komt omdat we hier met zo'n grote vitale zijn. Maar je krijgt het ook warm van überhaupt het feit dat vandaag jullie dit doen. Nee, maar beste mensen, dit is wel waar het om gaat. Als je elke dag naar het journaal kijkt, dan kun je ook heel hard koud worden van de bezuinigingen, dit bezuiniging, dat. En dan denk ik op een dag van vandaag, daar word je dan gewoon weer warm van. Of waar je nou ook staat politiek gezien, of je dan wel of geen opvatting over hebt, het simpele feit dat jullie zeggen van ik wil me inzetten voor een ander, dat is wel wat, hoe ik zeg als wethouder welzijn, als wethouder economie net zo goed, van dit is hoe wij Nederland moeten willen hebben en Amersfoort moeten willen hebben. Dus dat jullie vandaag dit doen, maakt mij heel erg blij. Ik wens jullie heel veel plezier toe, want ik ga er ook vanuit dat dat ook het geval zal zijn als je toch met een aantal mensen je richt op een gezin, om daar een aantal klussen te doen. Ik denk dat dat ook een heel goed gevoel geeft. Ik wens jullie bij heel veel succes. En voor de koffie, wees bij mij. Ik ben wel. Is ook instabiel en ik ben rolstoel gebonden door 2 geamputeerde onderbenen. Ja. Dus zelf de tuin doen is een beetje moeilijk. Ja, dat is praktisch uitgesloten, want ik mag alleen genieten en de bloempjes afknippen als dat opkomt. Als die er zijn? Ja, als die er zijn. Ja, dan gaan zij nu voor zorgen. Ja, dat is wel de bedoeling. Grondveldkamp. En ik zit in de Raad van Toezicht van Ravelijn. En ja, dan ben je op afstand bezig, maar je wil ook wel eens een keer zelf handen uit de mouwen steken. Ja, en bevalt het een beetje? Ja, het is leuk ook om het samen te doen. En ik vind het echt geweldig hoeveel mensen enthousiast zijn en meewerken. En het was hier ook echt heel hard nodig dat gedaan werd. Ja hoor. Ja. Mooi. Het is jammer als dit werk niet zou kunnen blijven bestaan, want we zitten met zware bezuinigingen. Ja. En dat betekent dat dingen gaan stoppen. En dat is heel erg. Ik ben nu met een kwastje de randjes bij de deur aan het verven. Zodat het er helemaal netjes uit komt te zien. Ja, als je het licht op donker smeert, dan wordt het wat moeilijker als andersom. De helpmiddag wordt nu voor het eerst georganiseerd. Okay. Maar Ravelijn doet natuurlijk altijd al vrijwilligerswerk. Hè? Ja, precies. Deze mensen zijn ook al als vrijwilliger bij Ravelijn. Ja. Maar er zijn ook mensen die komen nu voor het eerst op deze dag af. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. Een beetje. Nee. Nou, we doen ons best. Ja. Meer kun je niet doen volgens mij. Ik ben Jacqueline de Jong, adjunct directeur van Alliantie 1 Verlaag. We doen allemaal ons best hier vandaag. Via Alliantie doen we ook aan maatschappelijk betrokken ondernemen. Dus we hebben met enige regelmaat, maar dan in werktijd,
dat we meeklussen bij mensen thuis. Kom er niet toe. Dus ben je nou eventjes aan het warm draaien? Ja. Voor je eigen slaap. Hoor je wel enthousiast van. Ja. Goeie zaak, zo'n klusdag? Ik vind het hartstikke goed. Ik vind het, aan alle kanten vind ik het geweldig. Alleen al om mensen te laten zien en te laten ervaren hoe zinvol het is en hoe prettig het is en hoe gezellig het ook is. En ik hoop en ik verwacht straks ook met een ontzettend voldaan gevoel thuis op de bank te zitten. Ik ben directeur van Ravelijn. En het is ook heel leuk om eens een keer niet achter je kantoor, achter je bureau te zitten, maar ook zelf de handen uit de mouwen te steken. Ravelijn heeft een aantal taken. Het probeert vrijwilligers te mobiliseren, zodat mensen die behoefte hebben aan zorg en ondersteuning, dat ze die ook daadwerkelijk kunnen krijgen. Mensen zijn immers zelf verantwoordelijk, of steeds meer verantwoordelijk in het kader van de WMO, om die zorg zelf te organiseren. We hebben een hele uitgebreide vacaturebank, dus als mensen denken van, nou, ik vind het leuk en belangrijk om ook zinvol bezig te zijn voor mijn medemens, dan kunnen ze op zoek naar een leuke vacaturefunctie. En we proberen gewoon heel veel hulpvragen te ondersteunen met de inzet van de vrijwilligers. En dat kunnen mensen zijn die terminaal zijn, thuis sterven en nachtzorg nodig hebben, maar ook mensen met een psychiatrische achtergrond die een maatje zoeken, of mensen die gewoon extra zorg, ondersteuning nodig hebben, de inzet van een vrijwilliger. En we hebben het steunpunt mantelzorg, dus alle mantelzorgers die behoefte hebben aan steun, ondersteuning, advies, die kunnen bij het steunpunt mantelzorg bij Ravelijn terecht. We hebben nooit genoeg vrijwilligers. Mensen geven zelf aan van, nou, we willen best vrijwilligerswerk doen, maar in de tijd dat het ons uitkomt. Dus we willen niet maandenlang vastzitten. Nou, we hebben heel veel vrijwilligerswerk wat je gewoon in 1, 2, 3 keer kunt doen. Het wordt afgestemd op de wensen die je hebt. En zoals vandaag, dat is gewoon alleen de ochtend of de middag. En dan kun je al ervaren hoe het is om je handen uit de mouwen te steken. Dus gewoon een keer proberen. Gewoon langskomen, bellen. Bergstraat 24, 26. Daar zitten allemaal bemiddelaars die gaan kijken van wat zijn je wensen, wat zou je kunnen. Wat bij jou past. Ja. Want het moet ook vooral heel leuk zijn voor vrijwilligers zelf.